Thank you.
Ite missa est. Ga. De mis is voorbij. En de mis die centraal stond vanavond op dit concert was het werk van Josquin Desprez, de Missa L'Homme Armé. En hier live uitgevoerd, grote zaal Tivoli Vredenburg, door de ensembles Cantar Lontano, het 17-koppige vocale ensemble. En daarbij Capella della Torre, 7 blazers op oude instrumenten. Capella della Torre met als frontvrouw Catharina Boymel op schalmei en muzikale leiding. Zij stond rechts. Er stond applaus mede in ontvangst. En het geheel stond onder leiding van Marco Mencomboni. Hij is dirigent van Cantar Lontano. Missa L'Homme Armé, gebaseerd op dat populaire liedje, die hit uit de Renaissance over de gewapende man, of de man in het harnas waarvoor je moest vrezen. Zo'n grote hit dat vele componisten die melodie verknipt en in andere stukjes hebben ondergebracht in hun geestelijke werk ook, zoals deze mis van Josquin Desprez. En die delen uit de mis die werden gelardeerd met werken onder andere ook weer van Josquin Desprez, zoals een Benedicta est Celorum Regina over Maria. Muziek ook van Robert Morton, een voorganger van Josquin Desprez, een Engels componist aan de Bourgondische hoven, de hoven van de hertogen van Bourgondië. Een werk van Hernando de Cabezon, die leefde later dan Josquin. Dit was een instrumentaal werk dat werd uitgevoerd door de blazers met het orgel. Om zo een uitvoering te geven van die Missa L'Homme Armé zoals die misschien ooit wel heeft geklonken. Een combinatie van blazers en vocalisten. Soms solo, dat wil zeggen de blazers tezamen. Soms ondersteunend de zangers. En soms alleen de zangers. En daarbij ook Gregoriaans. Een goed gevuld, om niet te zeggen, Bourgondisch programma. En ik denk dat we een toegift krijgen. Ik zie de zangers nu trouwens verschillende kanten de zaal inlopen. De zangers van Cantar Lontano. 17 zangers kriskras op het podium. Nu als je meekijkt via radio4.nl, dan kun je het zien. Ze nemen posities in de zaal. De grote zaal van Tivoli Vredenburg. En dat belooft wat. Die zaal met ruimte voor zangers uit en in alle windstreken. Ja, oppassen dat je niet op tenen trapt natuurlijk. Vandaar het gelach. Slim.
En zo krijgt de meerstemmigheid, de polyfonie van Josquin Desprez nog meer rijkdom en diepgang mee. Ruimtelijke uitvoering van het Ave Maria. Eerder klonk het vanaf het podium, maar nu vanaf alle hoeken, vanuit alle hoeken van deze grote zaal van Tivoli Vredenburg. De 17 zangers van Cantar Lontano zochten een positie, vonden die en zongen het Ave Maria als toegift van hun concert samen met Cappella della Torre. Fantastisch, prachtig wat mij betreft. Als het hele concert zo mogen zingen, zo prachtig, ruimtelijk. Deden ze ook natuurlijk vanaf het podium. Goed te volgen via de webcast. Maar dit was echt een zeer mooie toegift. En vanzelfsprekend het applaus daarop volgend. Ook uit diezelfde hoeken van deze zaal. Staande ovatie. Marco Mengoboni gaat zijn zangers af. Het zijn 17 vocalisten, waarvan, even kijken, 14 heren en 3 dames. De dames kregen een handkus en de heren krijgen een, wat lijkt op een Italiaanse high five. Bijna handkus. Ja, en tijdens de toegift, voor degene die niet meekeken, Marco Mengoboni stond met zijn gezicht naar de zaal in het rond te dirigeren. Applaus. Buigingen en ook Katrina Boymel klapt naar de zaal. Naar ons, dank, publiek. En voor het concert zei Marco Mengoboni nog tegen mij dat hij zeer vereerd was om in deze grote zaal van Tivoli Vredenburg, toch een van de heilige zalen ter wereld, zeker als het gaat om oude muziek, op te treden. Nou, dat heeft hij nu waargemaakt.